Gisteren waren er twee nieuwsberichten die erg interessant waren. De eerste ging over studenten en dat zij onder het huidige stelsel steeds meer gingen lenen. Het andere artikel ging over private lease en dat de minister van Financiën daar een onderzoek naar wil doen om te kijken of mensen daardoor ook extra in de schulden komen. Aangezien dit financieel nieuws is, vond ik het erg goed en interessant voor dit kanaal en wil ik het dus ook gaan bespreken in deze video, waarbij we vooral gaan kijken naar de impact van een schuld of een studieschuld in je toekomst. Dus laten we snel beginnen. Leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video van de passiefinkomen.nl. Op dit kanaal maken we elke week 3 video's die gaan over persoonlijke financiën, investeren en beleggen of passief inkomen. En in deze video gaan we dus een beetje richting de persoonlijke financiën en dan eigenlijk rondom schulden kijken, want daar zijn zoals gezegd 2 interessante nieuwsberichten over geweest. Laten we dan eerst beginnen met het eerste nieuwsbericht over die studenten en hun studieschuld, dat zij steeds meer geld gaan lenen. We lezen dat inmiddels 70% van de studenten geld leent en gemiddeld gaat het dan zo'n €700 in de maand. Inmiddels is de situatie ook helemaal anders dan toen ik studeerde, want nu heb je geloof ik wat ze noemen een leenstelsel, terwijl in de tijd dat ik studeerde je nog te maken had met de basisbeurs. En ook dat zien we terugkomen in het nieuwsbericht, want we zien rond 2010, toen de basisbeurs nog bestond, had van de 19-jarige studenten 26% een studielening. In 2018 leende inmiddels dus 65% van de 19-jarige studenten geld voor hun studie. En niet alleen meer studenten zijn dus gaan lenen, ook het bedrag neemt steeds verder toe. Dat zien we iets verder in het artikel. In 2010 leende een 19-jarige student gemiddeld €310 in de maand bij Duo, tegen bijna €660 in 2018. En zometeen wil ik een paar berekeningen gaan doen. Dus het is even belangrijk en interessant om te gaan kijken wat nou de gemiddelde studieschuld is. Daarvoor kunnen we naar de site van het CBS en dan zien we gegevens over 2019. En toen was de gemiddelde studieschuld €13.700. Laten we dan ook even gaan kijken naar de maandelijkse kosten. Wat kost deze studieschuldje uiteindelijk? En even later ook, wat heeft dat voor impact bijvoorbeeld op je hypotheek? Nou, om te berekenen wat het je in de maand kost, kun je naar de website van het Duo. En daar heb ik het zo ingevuld dat eigenlijk de regels vanaf 2018 voor mij van toepassing zijn in dit rekenvoorbeeld. We zagen dus eerder een gemiddelde studieschuld van €13.700. Vullen we dat hierin met een rentepercentage van 0%, het meest gunstige geval zoals het geloof ik op dit moment is, dan kost dat je uiteindelijk per maand €32.61. Zou de rente nou wijzigen naar bijvoorbeeld 0,01%, dan wordt het €32.67 per maand, oftewel 6 cent meer. En in het meest negatieve geval, de hoogste rente die we konden selecteren in dit voorbeeld. Want mochten nou de rentepercentage in de toekomst weer hard gaan stijgen, de rente die je betaalt staat meestal voor een paar jaar vast en naderhand wordt het vernieuwd. Dus het zou ook kunnen zijn dat je in een slechte situatie zoals hier terechtkomt met 1,4% bijna. In dat geval zou je €41.15 in de maand kwijt zijn. Dus met een gemiddelde studieschuld van €13.700 ben je gemiddeld tussen de €30 en €40 per maand kwijt om deze studieschuld af te betalen. En dat geldt dan wel voor de komende 35 jaar. Maar een studieschuld heeft natuurlijk ook impact op wanneer je een hypotheek wilt aanvragen. Want de hypotheek gaat uit van je bruto inkomen, maar houdt daarbij wel rekening mee met de betalingsverplichtingen die je elke maand hebt. En als je een studieschuld hebt, heb je dus iedere maand een betalingsverplichting. Ook al is het maar €30 of €40, dat komt iedere keer terug. En dat wordt dus meegenomen in de berekening van je hypotheek. Want in plaats van dat je €30 of €40 aan je studieschuld had kunnen betalen of moet betalen nu, had dat eigenlijk ook richting je hypotheek kunnen en had je dus een hoger bedrag kunnen lenen. Gaan we naar de website van de hypotheker, dan gaan we uit van een gemiddeld inkomen van €2400 in de maand, oftewel €31.200 bruto per jaar. Je bent 25 jaar oud, je wilt gaan kopen zonder een partner en je hebt geen financiële verplichtingen, oftewel je hebt geen studieschuld bijvoorbeeld. Dan kom je uit op een bedrag van net geen €150.000 wat je als hypotheekbedrag kunt hebben. Maar laten we nu een stap teruggaan en kijken met een gemiddelde studieschuld van €33 in de maand, wat dat voor impact heeft. Nou, dan is het maximale bedrag wat je nog kunt lenen net geen €139.000, oftewel €10.230 minder dan wanneer je geen studieschuld hebt. Maar daar rekenen we dus met de gemiddelde studieschuld van 2019. Inmiddels zien we dat 70% van de studenten leent en ook met €700 in de maand leent. Dus laten we uitgaan van dat gemiddelde.
700 euro in de maand keer 4 jaar, oftewel 48 maanden dat je meestal met de studie bezig bent, kom je uit op een bedrag van 33.600 euro. En laten we dat nou even afronden, iets naar beneden, naar 32.500 euro, omdat je misschien de eerste en de laatste paar maanden geen geld leent of minder geld leent. En gebruiken we die 32.500 euro weer op de site van Duo om te kijken wat we maandelijks kwijt zijn. Dan zien we met een gunstige rente zo'n 78 euro in de maand. Vullen we dat weer in als betalingsverplichting bij de hypotheker, dan komen we uit op net geen 125.000 euro, oftewel 24.181 euro minder dan wanneer je geen studieschuld had. En zo zie je dus maar dat die kleine maandelijkse bedragen best wel grote impact kunnen hebben. Niet op je maandelijkse betaling, want 30 of 40 euro bij een best wel redelijk salaris wat je vaak kunt verwachten als je studie hebt afgerond. Dat is niet zo'n probleem. Het heeft juist impact op wanneer je bijvoorbeeld een hypotheek gaat aanvragen. Want dan blijkt dus met de gemiddelde studieschuld van vorig jaar ging het al snel om 10.000 euro minder dat je als hypotheekbedrag kunt krijgen. En gaan we dus rekenen met die 700 euro die studenten gemiddeld dit jaar bijlenen, dan hebben we het al over 25.000 euro per persoon ook dat je minder kunt lenen. Dus stel, je gaat later samen een huis kopen, dan kun je samen misschien 250.000 euro in plaats van 300.000 euro. En ik denk dat je best wel veel verschil in huis kunt krijgen wat betreft dat bedrag. Dus het heeft best wel veel impact op bijvoorbeeld je hypotheek. En dan wou ik ook nog als tip mee willen geven, ga niet kopen naarmate je maximum van je hypotheek, maar probeer natuurlijk altijd niet het maximale bedrag uit te geven aan een huis. Laten we tenslotte ook nog even gaan kijken wat betreft private leasing, want daar zagen we ook dat nieuwsbericht over. En jullie weten allemaal hoe ik denk over private leasing. Probeer dat te voorkomen, want het klinkt natuurlijk heel erg interessant dat je elke maand vaste last hebt. Maar ook dit heeft natuurlijk impact op je maandelijkse lasten. En zeker wanneer het gaat om een hypotheek. Het nieuwsbericht ging dus juist over dat onderzoek vanuit de minister van Financiën die daar een onderzoek naar wil laten doen. Want er komen steeds meer mensen die het gaan gebruiken. Maar komen er ook steeds meer mensen dan daardoor in de schulden, juist door die private lease. Het wordt dus zoals gezegd steeds populairder. 26% meer mensen gingen het gebruiken in 2019. Inmiddels zijn er 188.000 contracten. En heel erg belangrijk zien we onderaan, in de laatste alinea, er is geen toezicht op de private lease markt. In tegenstelling tot andere markten waar de AFM wel toezicht op houdt. Wanneer het gaat om leningen is dat in dit geval dus niet het geval. En in het artikel zagen we een quote van iemand die 225 euro in de maand betaalt wat betreft private leasing. Dus laten we dat bedrag weer even als voorbeeld nemen en toevoegen aan ons rekenvoorbeeld om te kijken wat dat voor impact heeft op een hypotheek. We gebruiken dus dezelfde berekening als dat we eerder doen, alleen nu hebben we een betalingsverplichting van 225 euro in de maand. Kijken we dan wat dat effect heeft? Nou, maximaal nog maar net geen 80.000 euro. Oftewel het bedrag wat je hebt kunnen lenen was bijna eerst zonder schuld 150.000 euro. En nu nog geen 80, oftewel bijna gehalveerd. En dat is dus één van de redenen waarom ik altijd zeg van begin niet aan private leasing. Veel mensen zeggen dan, zoals eerder al zei, het voordeel is dat je elke maand weet waar je aan toe bent. Je komt niet voor onverwachte kosten te staan wat betreft je auto. Misschien kost het de ene keer 100 euro, maar is het de volgende keer aan onderhoud misschien wel 500 of 800 euro. Alleen ik denk als je al druk maakt om dat soort bedragen, dat het juist niet interessant is om aan private leasing te doen, maar dat je juist eerst een financiële buffer op moet gaan bouwen. Want als jij je druk maakt om 500 of 800 euro eenmalig, waarom ga je dan wel een contract aan waarbij je vaak voor 5 jaar elke maand 250 euro of 225 euro betaalt? Dat heeft een veel grotere impact, een veel groter bedrag dan die 800 euro waar we het eerder over hadden. En als je het wel doet, juist bijvoorbeeld omdat je die auto nodig hebt om een inkomen te verdienen, ga dan kijken naar gunstige voorwaarden. Je ziet het steeds vaker, ik denk vanwege corona, omdat anders bijna helemaal niemand private leasing meer zou doen. Want eigenlijk als je je baan kwijtraakt, dan heb je geen inkomen meer. Dan wil je het liefst ook van deze verplichting af. Ik geloof dat ze daar wel steeds soepeler in worden. Want dat is een van de dingen waar ik zeker op zou gaan letten wanneer je aan private leasing begint. En dan wil ik deze video afsluiten met een onderwerp waar ik weet dat er anders vragen over komen. En dat is, als ik nou maximaal ga lenen van mijn studiefinanciering om te beleggen, is dat een slim idee? Ja, het klinkt heel erg slim, want je hebt nu dus hele lage rentes wanneer je geld gaat lenen bij Duo. Terwijl je op de beurs gemiddeld genomen een best wel mooi rendement kunt halen van, laten we zeggen, 7, 8, 9% per jaar. Dus waarom zou je niet bijna tegen 0% lenen om vervolgens 9% rendement te maken? En ik heb daar eerder een video over gemaakt. Ik zal hem hier en even onder deze video linken als je interesse hebt, als je deze vraag ook aan jezelf stelt. Maar het kan zeker interessant zijn, maar het kan ook nadelen hebben.
Maar de belangrijkste reden die ik altijd noem is, leer jezelf aan om nooit te gaan beleggen met geleend geld. Dus ga alleen beleggen met geld dat je op dit moment over hebt, dat je de komende tijd niet nodig hebt. Want het kan zo zijn dat je gaat beleggen met geleend geld en de beurs gaat onderuit. We krijgen te maken met een crisis. Misschien moet je op dat moment wel geld eruit halen om iets te betalen. En sta je net 50% in de min, dan is het heel erg zuur om dat soort situaties tegen te komen. En die situaties heb je niet wanneer je dus met geleend geld gaat beleggen. Natuurlijk heb je dan nog steeds te maken met 50%. Dat je bent verloren aan rendement of aan waarde. Maar waarschijnlijk heb je dan ook de tijd om te herstellen, te wachten op herstel. Want je hebt dus belegd met geld dat je niet nodig hebt, dat je ja, ook dus waarschijnlijk niet eruit hoeft te halen. En dan kun je dus gewoon enkele jaren wachten tot je in de plus staat. En zeker op de lange termijn, dan gaat die 7% pas gelden. Die 7% gemiddeld rendement, ja, dat is eigenlijk vast bij vaak 12 jaar als langer, geloof ik, wat uit onderzoek van de Rabobank is gebleken. En zeker niet op korte termijn. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze video. Trouwens, heb jij een studieschuld of had jij een studieschuld of andere vormen van schulden? En heb je dus te maken gehad met dit soort situaties? Laat dan vooral weten in de reacties onder deze video hoe jij dat ervaren hebt. Welke impact heeft dat gehad op jouw leven tot zover en eventueel voor de toekomst? Zo kunnen we eigenlijk allemaal van elkaar leren en horen mensen misschien niet alleen van mij, maar ook zeker van mensen die er zelf ervaring mee hebben gehad. Zeker omdat andere mensen andere ervaringen en een andere impact hebben. En vond je dit nou een leuke video? Geef dan zeker even een duimpje omhoog. Dan weet ik welke video's jullie leuk vinden. Kan ik meer van dit soort video's maken en je helpt het YouTube kanaal. En wil je nog meer van dit soort video's zien, maar ben je nog geen lid van het kanaal? Ik maak dus elke week 3 video's die gaan over persoonlijke financiën, investeren, beleggen of passief inkomen. Klik onder deze video op abonneren. Klik op het belicoon om altijd weer een melding te krijgen als er een nieuwe video online staat. En hoop ik jou graag bij de volgende video weer te zien.